Yep, ik ga het inderdaad echt doen. Een hele Weekend League spelen met een brons team. En kom gelijk met de voorschijn, jongens. 1, 2, 3. Piekemoel. Het lijkt me vrij zinloos om alle stats van deze mannen door te nemen. Want ja, die zijn inderdaad slecht. Maar ik wil ze wel even voorstellen aan jullie dat je enig idee hebt met wie ik de hele tijd speel. Dit is de keeper. Ja. Ik denk wie ook pakt, die is altijd kut. Gewoon kut en anders niks. En verder voor de veldspelers besloot ik niet per se degene met de snelste pace per positie te pakken. Maar juist een beetje te letten op die total stats, zodat de spelers nog wel oké aanvoelden. Dus deze centerback is de snelste bronzen centerback uit de game. Deze guy linkte toevallig goed met hem, ook geen onaardige speler. Maar verder serieus heb ik wel gelet op spelers met een beetje total stats. Hakenstad, de rechtsback, is wel aardig. De linksback heeft echt hele goede stats. Dit zijn toch gewoon goede stats? Geen enkele rode stat. Dat is al heel veel beter dan Inzaghi. Mijn twee CDM's hebben allebei goede total stats. En deze man moet jullie in de gaten houden, mensen. Sonny Brochman Christiansen heeft ook goede total stats. Maar ik zag hem vooral zitten om zijn redelijk hoge shooting voor de bronzen. En dit, kijk, dit zien we graag, hoor, mensen. Ja, pace. Deze is vooral heel erg kaal. En in de spits hebben we de man zonder ballen. Waarschijnlijk omdat hij ze er allemaal al in heeft geschoten. Het is de kast van Kosovo. Mensen, Flamur Castratie. Die heb ik voornamelijk gekozen omdat hij toevallig in die league speelde. En dat was de beste die ik kon linken. En dan op het bankje hebben we de enige 5-star skillen bronzen speler uit het spel. Nou, die moet je natuurlijk ook hebben. En vooral pace monster Elliot List ga ik vaak waarschijnlijk in laten vallen. Nog één leuk feitje over dit team. Het team zelf kostte me zo'n 10k. Maar aan goede chemistry styles was ik zo'n 150k kwijt. Money well spent. Dat soort bedragen. Ik vind het helemaal nergens op slaan. Oké, wedstrijd nummer 1. En ja, ik kan natuurlijk wel elke wedstrijd met tegenstanders... Hey, Inzaghi. Je hebt minder total stats dan. Ik kan bij elke wedstrijd wel mijn tegenstanders team laten zien en zeggen, oh, dit is veel beter dan die van mij, ja. Klopt. Jeroen is vandaag ziek. Hij heeft corona. Jeroen, anderhalf meter afstand houden. Ga naar huis. Kut, boomer. Maar, oké. Dag. Hartelijk welkom allemaal. Mijn naam is Sier de Vos en naast me zit helemaal niemand. Vandaag ben ik helemaal alleen. Ik ben zo eenzaam. En het begin was eigenlijk al gelijk vrij slecht. Op dit punt dacht ik echt, waarom doe ik dit? Maar eigenlijk tot mijn eigen verbazing kwam ik 2 minuten later best wel makkelijk richting zijn doel. Hij doet helemaal niks. Ik kan een dragback doen, vrije schietkans, boom. Ineens staat het 1-1. Eerste goal met die bronzen gasten is gemaakt. Sonny Brochman Christiansen, hij maakt hem hoor. En weer een paar minuutjes later 1-2'tje wordt opgezet. Brochman krijgt hem terug van castratie en die krijgt hem weer terug. Dubbele 1-2, boom. Castratie. Dus zo doen ze dat dus. Vrij gezellige ruststats ook dit. Hij krijgt een vrije trap, neemt die kort en die schiet die in. Want ja, het wordt dan wel verlengen in die eerste wedstrijd. En mijn tegenstander maakt dan een fout. Ik kan hier de bal niet pakken. Het feit dat ik dit als kans erin doe, dat zegt ook wel genoeg over hoe triest het eigenlijk was. Hij maakt 3-2 in de verlenging. En dat niet alleen, hij maakt ook de 4-2 en... Maar waarom? Ik heb een brons team. Waarom sus je mij? Ik heb een brons team. Dit is toch... Ik begrijp hier dan weer helemaal niks van, hè? Maar goed. Ben je een zielig mannetje, joh. Verder krijg ik nog wel een penalty die castratie erin ramt. Maar dat is helaas niet genoeg. Ik zat er ook echt lekker in deze pot. Jonge, jonge, jonge. En ik heb het vermoeden dat het nog echt heel lang gaat duren voordat ik die eerste win ga pakken. Waarschijnlijk als ik 0 om 20 ga, kom ik tegen groot genoegen noobs om van te verliezen. Castratie maakt hier wel de 1-0. Dus we komen wel weer voor... Oké. De eerste overwinning met de bronzen is binnen! Dit is geweldig! We hebben gewonnen! Dit is een incidenteel succes. En er zijn alle mensen, en jij hebt geroepen, ja, ik roep nu, ze winnen maar 1 wedstrijd, die hebben ze al gewonnen. Je merkt in deze quarantainetijden dat er iets meer noobs op de game zitten. Niet per se omdat die gewoon benat op linksback heb en die ik verder nog nooit in FUT Champs ben tegengekomen, geloof ik. Maar vooral omdat ook deze gozer naar deze steekbal het helemaal open laat achterin. Castratie kan hem 1, 2, 3, 4, 4 pasjes meenemen in de rinrammen. David pakt hier gewoon de voorsprong tegen Goliath. Ik vind het echt mooi, die commentatoren worden helemaal lijp elke keer als je scoort. Dat je met zo'n slecht team tegen zo'n goed team komt. Het lijkt nu heel, het lijkt nu heel simpel te gaan voor die goal, weet je wel. Maar het is, gekut. Het is gewoon kut. En anders niks. De vuistregel blijft wel. Krijg je 1 schot tegen, dan krijg je ook 1 doelpunt. Oh, smikkel Chinees. Ja, alsnog krijg ik deze kans tegen in de tweede helft en bam, 1-1. Tegenstanders krijgen echt de overhand als ze op hoge druk gaan spelen. Maar als je dan 1 keer van de counter weg kan, dan ben je ook helemaal los ook. Want castratie legt hem hier breed op. Wat dit voor tovertruc is, ik heb geen idee. Ik vind het een vrij aparte manier van afmaken. Maar Supersub Elliot List schiet de 2-1 binnen. Is het dan klaar? Nee. We hebben nog 1 counter hero en hij werkt hem niet goed weg. Komt die bal daarbij. Tony, Brochman, Christiansen. En wat is die vent goed? Dragback, boom, castratie. En gaat hij erin schieten? Ja, 3-1. Klaar. Nee, natuurlijk is het nog niet klaar. We gaan nog een keer scoren. Countertje, Christiansen is door. 1-1 op de keeper. Yep, eromheen. En boom, hangen klaar. Kats. En dan is het kaasje. Het is wel iets. Besef mensen, ik ga 2
om 1 in de Weekend League. Nou, ik moet dat enigszins herstellen. 2 wedstrijden en verder niet. Kan ik noteren, ja? Ik wil jullie een soort realistisch beeld geven van hoe deze potjes eraan toe gingen. Het lijkt nu een soort van makkelijk te gaan, maar het gaat niet makkelijk. Kansen die normaal 99% hangen, hangen nu gewoon bijna nooit. Maar helaas, bij tegenstanders is het kansen die voor 50% hangen, hangen nu voor 99%. Want die kutkeeper. Ik kreeg ook ja, kijk. Ik kreeg ook steeds meer het gevoel dat ik gewoon een soort van wel wat geluk nodig had om een goaltje te maken. Oh, met zo'n weakfoot. Kijk nou uit. Marco van Basten is al uit de game gehaald hierdoor. Komt er nog. Ja. Een heel groot voordeel is wel, deze spelers hebben vaak maar 2 of 3 staan skill moves. En daar kun je alsnog een dragback doen. En daar kun je zeker gebruik van maken. Maar ja, elke steekbal van hem is gewoon Harris. Altijd Harris. En ja, dit is gewoon, ik word hier gewoon verdrietig van. Hij hoeft maar gewoon eigenlijk te schieten vanuit ene hoek. Hij vliegt automatisch door de verdedigers. Letterlijk door benen heen. Niet eens door 2 benen heen. Een soort van door het midden, maar gewoon door zijn benen heen. Want hij kan het niet blokken. En dan lijken we deze pot te gaan verliezen. Ik krijg nog wel 1 kans hier ook. Ik geef je de steekballetje op castratie en... Ja, de gelijkmaker! Het was niet eens castratie, zie ik nu. Ik heb ook geen idee waarom deze ballen erin vliegen. Ik vind het wel lekker. Hier is mijn super sub Japanees die hier in de bal is. Die is best wel chill om in te brengen aan de linkerkant. Ik tik hem door in het midden op mijn... Boom! CDM Antonsen. En daarmee pakken we deze overwinning ook weer in de verlenging. En deze tegenstander was daar ook weer niet blij mee. Ik weet niet, je triggert iets bij mensen om met een brons team te gaan spelen of zo. Ja, daar zit je dan, hè? Ja. Ja, als 3 wedstrijden inmiddels. Als je een grote bek hebt, dan zit je wel eens voor lul ook, hè? Ja, hè? Het is nu afgelopen. Ja, afgelopen. 3 wedstrijden. Ja. En het feest is nog lang niet over, want ook in deze wedstrijd de doelpunten, het is niet normaal. Ze vliegen je om de oren. En dat komt vooral omdat, kijk, ik snap hier ook niks van, hoor. Dit is een speler... die 66 shooting heeft en een 3-star weakfoot. Die heeft er zo in gehad. Waarom pakt die Neuer hem niet? Deze is ook niet normaal. 1-op-1 te keeper met Tony Brochmann Christiansen. Chipt hem weer met zijn weakfoot. Nou, dit is eigenlijk de eerste chip, maar je snapt wat ik bedoel. David pakt hier gewoon... En wanneer ik hem dan in de tweede helft hier wegspeel met een dragback voor de zoveelste keer en de 3-1 binnenschiet, lijk ik te gaan winnen. Maar ja, ondanks dat mijn centerbacks wel snel waren op een of andere manier. Ja, Werner is nog sneller, maar ik weet het niet. En in de verlenging maakt hij dan uiteindelijk 4-3 en dan wordt het een heel lastig verhaal om nog terug te komen. Want de spelers, zoals ik eerder al zei, Kelt is het droppen, jongen, in die verlenging door een conditie en zo. Maar mensen, weer een countertje hier om minuutje 105, blessuretijd, eerste helft, verlenging, balrol en boom! Wat een loei. En weet je wat ik echt mooi vond? Ik was hier blij, want hier scoorde mijn super sub die ik had gekocht. En we trapten weer af. En toen zag ik pas dat dit een linksback was. Maar ik had hem gekocht als super sub cam. Omdat ik gewoon naar zijn stats had gekeken. En verder is eigenlijk naar niks. Het is gewoon een linksback. Heel boeiend inderdaad. Okboomer. Maar, dit is gewoon zonde. Ik heb hier 120 minuten lang voor gestreden. Ik dacht dat ik hier de bal pakte. Hij krijgt een penalty. Karma slaat toe, want Jari Liedmanen schiet hier de winnende binnen. Ik had hem ook nooit moeten discarden toen ik hem packte uit mijn baby Eiken pack. En zo verliezen we. We gaan nog steeds 3-2, dus dat is goed. Ondertussen vraag je je misschien af, zijn al die potjes zo ontiegelijk lang? Nou, het valt eigenlijk best wel mee als je gewoon scoort. Had u gedacht dat deze ploeg zich even van het... Mag wel jij zeggen, hoor. Ik rook niet, ik ben... Ja, dat moet je verder helemaal zelf weten. En als ik dan ook 2-0 maak, dan is hij gelijk weg. Weer een race quit. Die race quits zijn zo lekker. Ja, daar zit je. Het is toeval, hè? Nee. 4 keer toeval nu. Nee. Des te lekker is het als je die wedstrijd daarna dan 1, 2, 3 goals maakt in de eerste helft. Met 3 assists van die kale die je letterlijk nog geen seconde in deze video hebt gezien. Want die is namelijk echt heel slecht. Maar dit is natuurlijk wel even lekker. Ik stoom ook door naar 5-2. Echt een droomstart. Het potje daarna zit het dan wel even tegen, want dit... Ja. Vlak voor rust weet ik dan wel te scoren met de kast. Ik had niet verwacht dat zo'n bal dus gewoon zo in de korte hoek ingeramd kon worden met dit soort gasten. Maar dit is de kast van Kosovo. Oh kut, het is hem weer niet. Tony Brochmann is zo'n held, jongen. Hou hem nou toch in de gaten. Ja, uiteindelijk verlies ik hem wel. Eroverheen, pats, boom, binnen. Ik had beter een linksback kunnen kiezen met pace in plaats van total stats. Want dit is gewoon heel triest. Jammer. Die wedstrijd daarna komt hij door met Salah. Wat doet hij? Hij schiet een binnenkantje voet in de korte hoek. Dit zie je toch ook nooit. Wel weet ik weer vlak voor rust terug te komen. 1-op-1 met de verdediger. Uitgespeeld met de balrol en... Schitterend! Oh! De rechtsback! 49 shooting. De tijd van korte potjes is voorbij, want we gaan weer verlengen. En ik besluit in die verlenging, jawel, de super sub, de joker in te zetten. De enige 5-star skillen bronzen uit de game. En kunnen we daar dan iets mee forceren? Hier is hij aan de bal, doet een 5-star skill move. Een chop naar binnen, wat eigenlijk een sleep moest zijn. En hij schot raakt de paal. Scoort niet, want ja, 5-star skills is leuk. Maar shooting stats zijn ook wel handig. Alhoewel, mijn restback heeft ook gescoord. Hoe doe je het zo? Ik verneuk het weer, mensen. Ik weet niet, ik heb het idee als hij hier door... Nee, die kon ik daar helemaal niks aan doen, man. Kom toch op, man. Hij schiet die penalty natuurlijk in met Kane. Kijk.
kijk, al kies je de, blijf je staan. Ja, oké, leuk. Poep! En dan komt er nog een wedstrijd waarin ik gewoon echt kansloos word weggespeeld. Wordt dan nog 3-2, omdat hij me soort van hier laat scoren in die laatste minuut. En zo heb ik even een dippie en zak ik toch weer af naar 5-4. En dan snijdt in die wedstrijd daarna Dembele er ook nog eens doorheen binnen enkele minuten. En er is er natuurlijk wel heel wat nodig om weer terug te komen. Maar ik weet niet wat het is, weer zo vlak voor rust. Hier heb ik een hele rustige, langzame aanval. Nou kom ik pas echt los in een pot of zo. Waarschijnlijk omdat tegenstanders dan denken dat ze gewoon, dat ze niks kan gebeuren omdat ik tegen bronzen speel. Dat is natuurlijk niet waar, want castratie doet hij zijn actie door de benen. Boom, Tony Christiansen. Ik word er een beetje emotioneel van, mensen. Noem een mooier duo dan deze twee. En daar blijft het niet eens bij, want hier wordt de bal teruggelegd. Klaar, met links wordt hij hier ingeschoten. Geloof ik ook weer een weak foot van Kent Are Antonsen. Ho, 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 ho. Kijk eens, helemaal in extase. Extase. Er is nog niet veel voorgekomen, maar zowaar. Een gozer komt 1-0 voor, komt 2-0 voor. En die toont... Nou ja, respect is misschien een groot woord. Maar die heeft daadwerkelijk door dat het triest is dat je zo lang nodig hebt om van een brons team te winnen. Dus die zegt sorry. Of zo. Leuk. Heel nobel. Je kan ook gewoon skippen. Daar hecht ik veel meer waarde aan dan dit kutfilmpje. Je merkt dat ik triggerd werd. Ik kon hier niet tegen. Dus ik moest nog van me laten gelden. Hier, knal! Nou, dat is heus niet cringe hoor. Dan is de aansluitingstreffer gemaakt. En dan hebben we eigenlijk maar kort, heel kort nodig om de 2-2 ook te maken. Beetje gelukkig die kopbal dat hij erin gaat in tweede instantie is ook een wonder. Want meestal die koppen ze vaak al mis. En dan besluit ik natuurlijk wel gewoon sorry terug te zeggen. Nee, natuurlijk niet! En zo waar gaat hij ook nog eens in de verlenging een keer goed vallen. Want hier beunt de kast er doorheen en schiet hem met links binnen. Ik weet het niet wat het is met die weakfootschoten. De kast van Kosovo. We winnen 3-2. En zo komen we in een lekkere flow. Ga ik 7-4. In principe is dit team veel te goed. Maar echt veel te goed. Ik zou het niet zeggen, hè. Toch doe ik het. Ja, na Christiansen vindt de kast ook nu echt zijn ritme. Want weer met links. Ik zweer je, hij is niet links. Helaas wil ik deze voorsprong niet heel lang vasthouden. Want ja, boom, Werner. Ja, ik kan hem pakken, keeper. Ja, oké, okay, kan het ook niet doen. Maar ja, dan dit moment, mensen. Ik vind het best bizar. Werner heeft hier de bal. Die gaat er proberen doorheen te rennen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Zit hier tussen mijn verdediger. Ik ga proberen opnieuw op te bouwen. En dan... Kut! Het gebeurt me toch... Het gebeurt me gewoon nog. Dit is me, denk ik, 3 keer gebeurd sinds ik hier woon. Het is 2 keer nu gebeurd in een video die ik aan het opnemen ben. Een weekend league, dat het best wel belangrijk is. Ik had ook echt een nieuwe kabel moeten kopen. Dit is echt kut. Dit is echt zoiets waar je dan de rest van de weekend league mee in je kop blijft zitten. Van ja, ik had nu zeker een winst meer kunnen halen of een verlies minder. Het is in principe een soort van hetzelfde in weekend league. Niet echt. Ja, zo'n wedstrijd daarna verlies je dan ook weer. En dan... Oh, nu staan we Kiet. Yes! Even tussendoor trouwens. Deze kale vent heeft helemaal niks laten zien in al die wedstrijden. Dus ik besluit hem te vervangen. Oh ja, hij heeft trouwens 3 assists in die ene pot gedaan. Verder is niks. Voor iemand met veel haar, dat brengt geluk denk ik. Die heeft ook eigenlijk betere stats. Ik snap niet waarom ik hem niet in eerste instantie al gebruikte. Hij heeft geen pace. Ik zou niet letten op pace. Vervolgens maak ik in die wedstrijd, die komt, echt een paar lijpe goals. Ik vind het een zieke goal voor een bronzen spit. Spit. De kast. Ook deze, de actie zet hij helemaal zelf in. Ik snap, er wordt niet goed verdedigd. Maar hij doet het wel helemaal zelf om de keeper heen met links. Gaat hij met de goal schieten. Hij maakt nog in de eerste helft zijn hat-trick. Compleet er ook deze erin te rammen. En hij kan zelfs een 4e maken als hij deze penalty erin ramt. Ja, dat is moeilijk man met die bronzen spelers. En uiteindelijk verlies ik deze pot in een verlenging. Wel maakt deze super sub cam nog even een goaltje hier met rechts een linksback die met rechts chip. Heerlijk hoor. Verlies hem wel. En ik verlies nog een keer. Echt kansloos. En nog een keer. Nog meer kansloos. Ondanks dat wilde ik jullie deze goal nog wel even laten zien. Dit is schitterend. Dag oma, dit is Mark Rutte. Ja? Bent u er nog? Ja. Hallo? Ja? Nee. Ja. Gewoon in de maling te nemen. Het is echt. Oké. Okay. Hoe heet je? Wat zeg je? Ah, oké. Dit is Mark Rutte. Oké. Okay. Nou, vooruit dan maar. Fijne dag nog. Dag. Ik ben geprinkt. Ik ben geprinkt. Hier is de regering. Het is echt. Nou, dat ga je niet menen toch, hè? En dan wordt het wel weer even tijd om te gaan winnen. Want dit vind ik natuurlijk niet leuk. Als je dit team ziet, dan denk je dit is waarschijnlijk een noob. En dan gaat het ook een simpele wedstrijd worden. Oh. Ook. Wat een kut goal. Wat een pisgeluk. Toch gaan we de wedstrijd wel makkelijk winnen. Want het wordt een gala voorstelling van Tony Brochmann Christiansen. Die niet 1 goal maakt. Die hier niet zijn 2e goal maakt. Maar uiteindelijk ook zijn 3e goal maakt. En dit is dus prachtig gedaan. Schitterend. Hoe kan zo'n speler zo goed zijn? En nog voor de administratie. Hier is de 4e goal van niemand minder dan Flamur Castratie. En als mijn volgende tegenstander dan ook totaal niet verdedigt. En ik gewoon met de respect door kan lopen. Dan lijkt dit ook een makkelijke pot te worden. Ja, dat wordt het ook. Het verbaast me dus echt hoe goed de lange steekballen zijn. Die zijn natuurlijk echt best wel OP dit jaar. Maar die gasten hebben ziek lange pasen op een kaartje staan. Maar in-game valt het eigenlijk best wel mee. De bal komt hier goed terecht. Uiteindelijk deze counter prachtig uitgespeeld. Jacobsen gaat hier op de keeper heen. Zijn eerste goal. Dat is natuurlijk al meer goals dan die vuile vieze stinkhalen. En dan kom ik tegen deze tegenstander. Dit vind ik wel mooi. Dit typeert een beetje hoe mensen denken. Deze gast heeft deze bronzen flappo, flippo, pruik ding guy in de spits staan. Eigenlijk puur om chemistry te halen op zijn andere spelers. En hij is natuurlijk van plan om eruit te wisselen voordat de wedstrijd begint. Dat doet eigenlijk niemand meer in FIFA 20. Dat is echt een FIFA 17 ding, maar
dus ze zijn er nog blijkbaar. Hij komt eigenlijk met zijn eerste twee schoten die... Ja, kansloos voor mijn keeper natuurlijk. 2-0 voor heel snel. En denkt dan een beetje van... Ja, het zou wel loslopen met die gozer. Dan heb ik hier een best wel scherpe counter. Die wordt breed gelegd. En dan kan ik de 2-1 maken. En mensen stressen hem dan toch nog of zo. Dan gaat hij hem gelijk zijn bronzen wisselen om toch een serieuze pot te spelen. Veel mensen... Misschien is dat ook het sterke punt van mijn team. Onderschatten toch op voorhand wel een beetje je team. Wat logisch is, want je moet eigenlijk winnen van een brons team. Heel boeiend inderdaad. En dan blijkt hij eigenlijk ook nog helemaal geen geweldige speler te zijn waar ik tegen, deze actie kan doen. En Brochman maakt hem weer. Oh, wat hou ik toch van jou. Wat een heerlijke actie, wat een heerlijke goal. Ik moet wel zeggen, voor je algemene plezierlevel in de Weekend League is dit wel zo'n leuk iets. Je geniet echt van elke goal en elke win die je pakt. Nee, tuurlijk niet man. Dit geloofde je toch niet echt, hè? Het is 30 potjes lang fucking hard stressen. En wat hou ik toch van deze vent. Ik heb net al gezegd, wat een mega snelle roulette. Kijk hoe weinig fitness die nog heeft. En deze roulette doet hij nog zo snel. En hij maakt de winnende goal in de... Wat een lul, zeg. Hij speelt met een flinke stok. Nou, zeg maar gerust een balk. Nee, zie je? Ik denk maximaal een paar centimeter, maar ja. Ik heb al een aantal keer in deze video de spelers geblamed dat ze op zijn in de verlenging. Maar dit is toch volledig mijn eigen schuld. Ik had er weg moeten janken. Hij scoort, ik verlies. Kak, kak, kak. En zo ga ik 9 om 10 inmiddels. Dat is niet geweldig, hè, mensen. Ondanks dat het mijn verwachtingen overstijgt, vind ik dat ik nog even een tandje bij moet zetten. En moet concentreren om hier het maximale uit te halen. En dat begint vanaf nu in deze wedstrijd. Die ziek simpel gewonnen werd. Simpele race quit. Dus die lijn gaan we vasthouden. Hier komen we door aan de rechterkant. Christiansen ziet daar Saldnes. De man vrijstaat. Bal erop. Bam! Direct in de tweede helft legt hij mee breed. En Lewandowski kan hem inprikken. Maar wat een versnelling hier van Broestad. Mijn rechtsbuiten. Die zie je ook niet heel veel voorbij komen in het team. Hij was wel van waarde in wedstrijden door aan de rechterkant te rennen. Die maakt een winnende. 2 op rij. Lekker zeg. En dan gaat het ineens echt snel. Want wil ik deze pot door een race quit voor de rust. En dat doe ik daarna nog een keer. Ik stel zelfs 4-1 voor. En hebben we 4 keer op rij gewonnen. En dan sta ik nog maar 1 winst van goud 3 verwijderd. Dit overstijgt nogmaals alles wat ik verwacht had. Dit is het team waartegen ik het op moet gaan nemen. En het begint wederom fantastisch. Goede sleep van castratie. Je bent na 2, 3, 4 keer je man voorbij spelen. Ben je hem eigenlijk pas echt kwijt. En hij ramt hem op de paal helaas. Dit was een heerlijke actie geweest. En hij staat met zijn rug naar het doel. Klikt op rondje en ligt erin. Met links. Eerlijk. Heel eerlijk. Maar de tweede helft draaien we alles om. Want deze goal is gewoon prima. Maar dit is ongekend smerig, mensen. Ik neem mijn doeltrap kort op mijn rechtsback. Hakenstad. Die jankt hem naar voren met L1 driehoekje. Een hoge bal. Perfect. Neemt hem schitterend aan. Legt hem breed. En ramt hem in de lege goal. En dat is een mooi doelpunt. En zo slepen we hem binnen. Goud 3. En ik begon er echt in te geloven dat het mogelijk was om gewoon goud 2 te halen met nog 6 wedstrijden te gaan. Helemaal als dit gebeurt, je zou het een klein beetje geluk kunnen noemen. Hij wurmt zich langs castratie, maar schiet hem in 80ste minuut 1-0 voor. Dan moet je natuurlijk winnen. Maar ongekend, wat een fucking choke. Ik verlies in de 90ste minuut de bal hier aan de zijkant. Ik ben aan het kloten, hij kan natuurlijk scoren dan. 1-1 in de 90ste minuut, dit was zo kut. Dit was sowieso de eerste keer geweest dat ik de 0 had gehouden in 90 minuten. Ja, in 90 minuten. Dus niet de 0 had gehouden in de wedstrijd waar iemand reeds quitte, maar daadwerkelijk een pot die 90 minuten duurde. Het mocht niet zo zijn. Het gaat in een verlenging fout. Kut. Met deze choke ga ik niet te lang in mijn kop zitten. Ik ga gewoon volle bak door. Kut. Zooi. Ik was het kwijt, mensen. Of ik had pech dat bijvoorbeeld zo'n kans er niet invliegt. En hij weer in de 90ste minuut scoort. Oh, wat een choke. Dan pak je die pot erna. Dit is puur frustratie. Rood en een penalty tegen in de 6e minuut. Ja, vlies je hem ook weer. Ga je daarna weer dik onderuit tegen iemand die wel redelijk goed is. Ja. Zo heb je 5 keer achter elkaar verloren en ga je nu 14-15. Nou, goud 2 zat er heel even een milliseconde in. Het minste wat ik nu kan doen is even de laatste wedstrijd winnen en zorgen dat ik 15-15 ga en scoren van 1-1. Dat zou nog wel lekker zijn en dat gaat goed. Want ik maak 1-0 in deze wedstrijd. Het is een lekkere knal en ook de 2-0 is binnen met nog 20 minuutjes te gaan. Dit kan niet meer misgaan. Zou je denken toch? Ja? Verwachten jullie nu een moment dat ik zo... Choke. Dat moment zou kunnen komen, want hij scoort best wel snel de aansluitingstreffer. En oh mijn god, wat ben ik aan het choken. Wat ben ik aan het doen? Ik geef die ballen zijn voeten en ja. In de verlenging wordt niet gescoord. En zo komt die laatste pot op penalties aan. En jullie hebben al kunnen zien hoe moeilijk het is om penalties te nemen met bronzen spelers. Dus het gaat je vast niet verbazen dat ik de eerste penalty gelijk al mis. Gelukkig mist hij ook zijn eerste penalty. Wat ben ik hier aan het doen? Het feit dat die bal keihard en goed invliegt is geluk. Daar kan de keeper natuurlijk nooit bij, hoor. Nee, dat vind ik ook, Jeroen. Ik ben hij! Dit was gewoon een pokkernoep die niet wist dat ik naar het hoofdje kon kijken als hij penalties neemt. En ondanks dat had ik gewoon moeite om te spotten waar hij precies heen ging. Mijn derde penalty schiet ik rechts. Hij gaat vol in de kruising. Wederom geluk. Want ja, hij zou zomaar een stadion uit kunnen vliegen met zo'n grote cirkel. Gaat hij dan weer op gelijke hoogte komen? Het antwoord is nee, ik blijf staan. En zo zijn we heel dicht bij die 15-15.
15. Want de kast, die faalt niet vanaf 11 meter. Hou ik deze pingel tegen, dan hebben we volledig terecht deze overwinning te pakken. Hij schiet hem erin. Maar Antonsen, hey, die is links. Heb ik eerder gezegd dat hij rechts was? Oké. Okay. Gaat hij de penalty scoren? Wat een veel te grote cirkel. Het was vragen om problemen. Ik zag heel duidelijk als hoofd dat hij hier rechts ging schieten. Maar mijn keeper is natuurlijk een absolute mogol. Ik mis weer. Ik kon weer duidelijk zien waar hij ging schieten. Dus ik doe een pasje en dan kan ik de penalty wel pakken. Dus wederom gelijk. En op dit punt mensen, ik heb geen idee wat ik moet doen. Hoe ik deze penalty ooit in ga schieten. Ik schiet hem in de hoek. Ik time niet en hij gaat naast. Het is ongekend. Dit is niet te doen. En hij scoort. En ik verlies deze wedstrijd. Het is toch niet te geloven. Ik heb de laatste 6 wedstrijden op rij verloren. Wat een absolute fucking choke. Ik weet zeker dat Goud 2 erin had gezeten. En als dat er niet in had gezeten, dan was 15-15 zeker mogelijk. Sorry, het spijt me zeer. Graag wil ik bij deze daarom iemand nomineren die deze challenge ook moet doen. En moet kijken of hij mij kan verslaan met een volledig brons team in aantal wins. Diegene is... Koen. Ik verwacht volgende week voor jou een Weekend League video met een brons team. Succes! Oh ja, dit is trouwens al wel even leuk, deze statistieken denk ik. Tony Brogman Christiansen, 24 goals in deze Weekend League en castratie maar liefst 27 goals gemaakt. Nou, dat ga je niet menen toch, hè?